Stichting Platform voor Ouderen en Gehandicapten Veghel heeft woensdag het keurmerk Toegankelijkheid uitgereikt voor de complexen Hertoghof en Peppelhof. Woonbelangdirecteur Ad Stas mocht het keurwerk in ontvangst nemen. Het keurmerk Toegankelijkheid is in het leven geroepen om duidelijk te maken dat een gebouw voor mensen die beperkingen hebben, bijvoorbeeld door in een rolstoel of met een scootmobiel, dat ze veilig en goed, zeg maar, bijvoorbeeld in het geval van een appartementengebouw, bij het appartement kunnen komen zonder dat ze hindernissen hebben die gang belemmeren of dat ze in onveilige situaties terechtkomen. Woonbelang zorgt hier op verschillende manieren voor. Door in ieder geval ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld schuifdeuren zijn, waarbij met een elleboog bedieningsknop de voordeur geopend kan worden, zowel bij naar binnen gaan als naar buiten gaan. Door te zorgen dat het drempelloos is, daar waar mensen naar een lift moeten komen of naar algemene gebruiksruimtes, zoals hier in de Hertoghof waar we nu staan. Dat mensen ook die algemene ruimtes gewoon goed kunnen gebruiken. Want als je mooie ruimtes maakt, dan moeten ze ook voor mensen bruikbaar zijn. Dat geldt ook voor de vergaderruimte hierboven, ontspanningsruimte. Dat ze dus eigenlijk zonder dat ze hindernissen tegenkomen, goed bij hun eigen voordeur kunnen komen. Maar ook bezoekers die een beperking hebben, het ook gemakkelijk gemaakt wordt. Maar Woonbelang heeft natuurlijk meerdere complexen. Komen die ook in aanmerking voor het keurmerk? Met de nieuwe complexen zit het gewoon goed. En de oudere complexen die gaan successievelijk in samenwerking met het platform Ouderen en Gehandicapten ook opgeschaald worden naar dat keurmerk. En dan hebben wij daar ook voor de mensen bij de woningtoewijzing een hulpje aan. Want als dat keurmerk niet hebben en mensen voelen aankomen dat ze misschien in de komende jaren aangewezen zijn op een scootmobiel, dan kunnen ze beter voor een ander gebouw kiezen. In ieder geval worden er nog 3 à 4 complexen aangepakt om de toegankelijkheid te verbeteren.